Hallo allemaal. Ik heb deze vlog Oorlog en Vrede genoemd op Curaçao. Waarom? Dat vertel ik je zo. Oorlog en Vrede op Curaçao. Nou, het gaat niet tussen mensen hoor, dus wees gerust. Ik heb het over de vogelwereld. Hoe komt dat nou? Nou, wij wonen hier eigenlijk in een appartement wat heel erg uitkijkt op bomen en groen en dat soort zaken. En we zagen een heel klein vogeltje en die heet hier het suikerdiefje. En we besloten om een heel klein beetje honing en een omgekeerd dekseltje te doen en kijken of dat beestje daarvan ging snoepen. Dat deed hij. Maar er kwamen er al ras meer. En dus op een gegeven moment hebben we maar een aardewerkbakje gekocht en daar wat vogelzaad en een beetje pindakaas en honing ook ingedaan. Ik denk, nou, dan kwamen er dus ook een heleboel vogels op af. En die beesten maken toch een partij geluid. Dan denk je, is het een begroeting voor mij als ik daar zit? Denk het niet. En dat is ook niet zo. Vogels, en vooral de mannelijke vogels, die maken hier enorm veel geluid. Soms is het heel lelijk, maar soms ook echt mooi. En dat geluid is om hun territorium te verdedigen. Wist ik ook niet. Ik heb ook even opgezocht. En dat speelde zich een beetje af op onze balkonrand, zeg maar. Maar die etensbak staat, want er komen natuurlijk wat meer vogeltjes op af. En die vliegen dan in iemand anders zijn territorium in. Dan krijg je bijna een gevecht. We zagen een hele mooie, dat waren dezelfde vogels, een tropiaal, een hele mooie vogel. Een beetje oranje met zwart, prachtig beest. En die komt heel veel in Midden-Amerika voor en ook op Curaçao. En wij noemden hem altijd de ANWB-vogel, toen we zijn echte naam nog niet kenden. Omdat hij dezelfde soort kleuren had als een ANWB-auto van vroeger. Nou, die twee vogels, die kwamen op dat randje zitten en die begonnen toch een partij met elkaar te bakkeleien, zeg maar, in geluid. Op een bepaald moment gingen ze ook heel raar naar elkaar staan knikken. Ik denk, zou de ene nou toch ruimte maken voor de ander? We weten het niet. Ze snoepen door en de kleintjes worden weggejaagd door de iets wat grotere. En uiteindelijk de grootste vogel, die kan het langste zitten eten, want die is het sterkst. Maar ik had het ook over vrede. En die geluiden van die vogels worden ook gebruikt voor een heel vreedzaam doel. Dat is namelijk de voortplanting. De mannelijke vogel probeert dan een vrouwtjesvogel in zijn territorium te lokken en haar te verleiden met zijn stemgeluid. Ik ben geen expert hoor, ik heb het allemaal gelezen gewoon. Ik denk maar ja, ik moet toch wel een beetje achtergrondverhaal vertellen. En dat vond ik zo leuk dat het hier zo gewoon op ons balkon plaatsvindt. Al die vogels, prachtige beestjes, die dan hier toch ook een beetje een gevecht leveren soms om het lekkere hapje en maar elkaar toch ook alweer, als ze genoeg hebben, weer vrij laten. En dan komen de anderen. En wat ik ook heb gezien, dat vond ik ook heel geestig, dat soms er een jong beestje bij is die ze dan ook gewoon met hun snaveltje gewoon even voelen. Wat je hier ziet. Want het gaat eigenlijk in het leven waarschijnlijk maar om geboren worden, doodgaan, maar in ieder geval je voortplanten. Goed, nou, dit is
een wat ander vlogje dan jullie van mij gewend zijn. Maar ik vond het zo leuk om die tropische vogels eens te laten zien. Maar over een tijdje komt er weer een nieuwe. En dan spreken we.